Maandag 8 juli, we zijn aanwezig in de bestuurskamer van de voetbalvereniging WAC. Zojuist tikte het klokje van gehoorzaamheid nog even de 11 uur aan. Voor mij staat Gijs van der Brink, voorzitter van WAC. Vanavond een extra ledenvergadering geweest in de kantine van WAC, Sportpark de Muldersingel. Wat is er gebeurd vanavond? De leden hebben gesproken. We hebben met elkaar een contributieverhoging op de agenda gehad. Het was de tweede keer dat die contributieverhoging op de agenda stond. Ruim 14 dagen geleden is die door een meerderheid afgestemd. En nu hadden we het voorstel wat aangepast, geluisterd naar de ledenvergadering. En de leden die vanavond in grote getalen zijn gekomen, volgens mij waren er ongeveer 250 leden, hebben besloten om deze contributieverhoging af te stemmen met zeg maar 1/3 voor en 2/3 tegen die verhoging. In de lijn naar verwachting? Dat kon alles worden. Dat kon een dubbeltje op zijn kant worden. Naar de ene en naar de andere kant. Dat kon ook wel 2/3 voor en 1/3 tegen zijn. Nu is het zo geworden. En toen heeft het bestuur gezegd, dan moeten wij heel serieus kijken naar onze positie. We hebben de vergadering na de uitslag van de stemming geschorst. En toen hebben wij met elkaar overlegd wat het meest wijs zou zijn voor onze club WHC. En we hebben als bestuursleden unaniem besloten om onze opdracht als bestuur van WHC terug te geven aan de leden. We zijn gezamenlijk afgetreden. En dat heb ik vervolgens de ledenvergadering meegedeeld. Waarbij ik heb gezegd dat we alle lopende zaken na vandaag zullen behartigen. Dat we zullen zorgen voor een goede overdracht naar een nieuw te vormen bestuur. Sportief? Ja, dat mag je zo zeggen. Zo ervaar ik dat ook. De meerderheid van de leden heeft gesproken. Die zijn de baas. De ledenvergadering die mag zeggen hoe het moet gaan, wat er moet gebeuren. En daar heb je als bestuur naar te luisteren. En dat hebben wij gedaan. Heb je nog wat te zeggen tegen de mensen? Ik wil alle mensen die ons in het afgelopen jaar hebben gesteund van harte bedanken. Ik wil alle leden van WHC een heel goed jaar toewensen. En ik spreek de wens uit dat er een goed bestuur van WHC voor WHC komt. Die ervoor zorgt dat datgene waar wij in beginsel mee gestart zijn en wat wij ook hebben opgezet. Ik hoop dat dat nieuwe bestuur daarop voortborduurt. Want ik denk dat er goede bouwstenen zijn gelegd door dit bestuur, waar een nieuw bestuur op voort kan borduren. En waar heel veel jongens en meisjes uit Wezep en Hattemerbroek hun nut van kunnen hebben. Dankjewel. Hoe gaat het nieuwe bestuur eruit zien? Dat is een verrassing. Daar er zijn een aantal leden van de club waarvan er één naast mij staat opgestaan. En die hebben overleg gevoerd vanavond met elkaar. Die hebben de leden gevraagd om namen in te dienen van wijze mannen en vrouwen. Er zal een commissie van 5 mensen worden gevormd. En dat zullen allemaal mensen zijn die niet betrokken zijn bij de club, die dus buitenstaander zijn, ook niet op de een of andere manier een relatie met de club hebben. En deze 5 mensen zullen met elkaar een onderzoek doen naar wat het beste is voor WAC. Blijft toch een beetje de vraag, wat doen deze mensen op een ledenvergadering? Of zie ik dat verkeerd? Wat bedoel je? Nou, die mensen hebben dus niks met WAC, zeg je. Nou, deze mensen die nu gevraagd gaan worden, die commissie van wijze mensen, die zijn hier vanavond niet op die ledenvergadering geweest. De leden die aanwezig waren, die mogen namen noemen van mannen of vrouwen die zij voor die commissie van wijze personen geschikt achten. Heb je namen? Die heb ik niet. Daar zal ik wel over nadenken, want ik ben een van de leden van de club. En ik zal, als er een goede naam mij te binnen schiet, mij ook melden bij de dames en heren die op dit moment de club... Volgens mij zijn het alleen heren die op dit moment de club sturen. Ik wil je danken voor deze uitleg voor de ledenvergadering. Niet helemaal gelopen zoals je denk ik had gelopen, alhoewel je net zei in het voorgesprek even, je houdt alle opties open. Ja, een goed bestuurder moet rekening houden met alle scenario's. Daar moet je ook op voorbereid zijn. Dat was ik ook.
Natuurlijk ben ik teleurgesteld. Wij zijn als bestuur van WHC met elkaar ergens aan begonnen. En wij hebben het hele jaar enorm moeten vechten tegen de bierkaai, kun je wel zeggen. Hè? Tegen mensen die het ons moeilijk hebben gemaakt. Ook vind ik af en toe wel onnodig moeilijk hebben gemaakt. Hebben het hoofd boven water gehouden en kregen niet heel veel kans om te bouwen aan deze mooie club. Maar ondanks dat hebben we dat wel gedaan. Daar waren we graag mee doorgegaan. Maar nogmaals, als de leden anders beslissen, dan dien je dat te respecteren. Mooie woorden, dankjewel. Graag gedaan. Zojuist luisteren naar het verhaal van Gijs van den Brink. Staat nu een van de wijze mannen die net aangehaald werd voor mij. Hoe is de avond overgekomen en wat is de, hoe sta je daarin? Nou, meteen wil ik even rechtzetten dat hier niet een van de wijze mannen staat. Ik ben ook maar gewoon lid van deze club. En wijze mannen, daar zijn we naar op zoek. En nou, hoe sta ik erin? Het bestuur is vanavond afgetreden. Ja, daar moeten er leden op staan. En ik had op voorhand al aangegeven aan het bestuur tijdens de vergadering van ga in het belang van de club een stap terug doen. Dat heb ik ook aan sponsors gevraagd. De bewuste sponsors, laat ik dat noemen. Om ook een stap terug te doen en aan hun verplichting te voldoen. Dat was altijd het issue. Ja, dat is er gebeurd. En dat had ik al aangegeven in het gesprek dat, dat ik wilde dat dat ging gebeuren. Dat de bestuur erin treden. En we hadden dus ook al een soort plan B bedacht. Van goh, stel nou dat de bestuur naar ons gehoor gaat geven. En nou, wat er eigenlijk gebeurde, dat hadden wij wel een beetje verwacht dat ze dat niet zouden doen. Maar we hadden wel rekening gehouden met als de stemming tegen zou vallen. Met betrekking tot de contributieverhoging. Wat dan? En nou, wij hadden gewoon bedacht, als wij nou gewoon zorgen dat de club blijft draaien zoals hij draait. Ja. Daarom hebben we iemand van de kantine, Albert van de Grift, gevraagd of hij, of hij dat stukje op wilde pakken. Gerard Verten hebben we gevraagd voor voor de dagelijkse vrijwilligers en dat onderhoud aan het sportpark gewoon doorgaat. We hebben iemand die wat financieel onderlegd is, ook van de kascommissie Henk Bultman gevraagd. Wim Lensink is erbij gekomen in verband met ja, gewoon wat ervaring op dit soort dingen. Eerder bestuur gezeten hier, nou ja, goed, vroeger. En ik ben maar gewoon een algemeen lid, meer is het niet. En we hebben dus de vergadering gevraagd om, om wijze mannen of vrouwen op te laten staan. Die inderdaad, zoals Gijs zei, geen binding hebben met WRC. Het is een bewuste keuze dat die binding met WRC niet moet zijn. Omdat die ook neutraal, blanco erin kunnen staan. En misschien een beter objectief advies geven naar de toekomst toe voor ons. En wij hebben niet gezegd dat die wijze mannen dat dat een bindende beslissing zou worden. We vragen om een heel duidelijk advies. Wat moeten we doen? En aan dat advies gaan we samen met de leden overbuigen van goh, wat willen we daarmee? En wie gaan we daarvoor installeren als nieuw bestuur? Het woord blanco is een paar keer gevallen. Is het belangrijk? Nou, het is wel mooi als iemand met weinig bagage hierover na gaat denken. En als je met allemaal invloeden van de club, hè, de een beleeft het zo, de ander beleeft het zo. Is het wel goed dat er iemand die met geen emoties, dat bedoel ik dan met blanco, ja, naar de club kijkt en zegt van joh, ik zou het zo doen als ik jullie was. En dit lijkt mij het beste. Toen je vanavond naar het sportpark kwam, had je dit bedacht zo, als einde? Nou, Gijs gaf dat aan zoals een goed bestuurder betaamt. Wij dachten het over te gaan nemen, zo nodig. Als dit scenario zich voor zou doen, dus daar waren we wel op voorbereid. En ja, bedacht zo. Ik had er rekening mee gehouden dat de contributieverhoging er niet door zou komen. Dus als je dat vraagt, ja, dat hadden we zo bedacht. Ja. Okay. Dus met alle gevolgen van dien. En daarom heb je, sta je nu voor de camera om dat dus allemaal te gaan verwoorden. En nu? Nou, en nu, zoals ik zei, we hebben de wijze mannen, of mijn wijze mannen en vrouw hebben gevraagd op te staan. Of leden gevraagd om dat aan te geven wie eventueel interesse hebben. We hebben zich al een paar bij mij gemeld zelfs. Maar goed, en nu, dat gaan we bespreken met de commissie. We hebben het jeugdbestuur gevraagd om, ja, om ons te helpen. Het zijn in principe al bestuurders van deze club. Die kunnen in ieder geval de dagelijkse gang van zaken, denk ik, makkelijker oppakken dan wij dat kunnen. Bij onze commissie sluit ook Peter Schut aan van het jeugdbestuur. En die gaat ons ook helpen met het bepalen van wat zijn nou de wijze mannen en vrouwen. WRC gaat gewoon door. Ja, dat is wel mijn intentie, of onze intentie, 100%.
Kijk, wat WSC overkomen is de laatste 9 maanden. De sfeer die hier hing, daar ben ik heel eerlijk en daar wil ik vanaf. Ik wil weer dat het wordt zoals het was vroeger. En het is een fantastische club. En dat moet gewoon beter. De spreuk als leeuwen die blauw-witte. Ja, die blijft. Die blijft. Ja, en ik hoop dat alle WSC's die vanavond in de kantine aanwezig waren, ook de noodzaak inzien van wat er nu gebeurt. En allemaal hun steentje bij willen dragen. En bij deze wil ik dan ook gelijk de leden oproepen die de laatste periode bedankt hebben voor onze club. Ieder voor zijn eigen reden. Ik begrijp het, maar meld je weer aan. Geldt ook voor de vrijwilligers die afscheid hebben genomen om hun eigen redenen. Meld je weer aan bij de club. Als wij allemaal de handen eronder zetten, dan zijn we zoals een andere slogan van ons geld. Samen sterk. Nou, daar wil ik dan maar voor gaan. Mooi afsluiten. Dankjewel. Oké, jou ook bedankt.